zijn hier. En wij gaan jullie meenemen in de kooiwereld bij ons. En we gaan het nodige uitleggen over de kooi en wat je er allemaal mee kan doen. En wat kan je er dan allemaal mee doen? Ja, je kan er naar kijken. En het is een rustgevend ook nog. Nog bedankt voor de likes van de volgende keer. Vergeet het nu zeker niet te doen. En laten we gaan beginnen. Het is ook weer belangrijk om voordat wij met de vis kunnen beginnen onze handen te ontsmetten. We hebben vandaag een beetje ontsmettend gel. En we maken onze handen schoon. En dan beginnen we met de vis te vangen. We gaan het water in de bol doen. Dan gaan we de nodige uitleg geven over een paar vissen. Nou, bij het vangen van de vis heb je dus een kooishok nodig, een net nodig. Bij elk systeem zit een net en een kooishok om besmettingsgevaar met andere vissen te voorkomen. Dit is een Kaas en Nissa Showa. Dus met Tahitische bloedlijnen. En ja, je kan er ook een kusje voor geven. Het is wel een mannetje. Wel een mooi mannetje. Maar kan je aan zien dat het een mannetje is? Er zijn een aantal factoren. Zijn eerste. Borstvinnen, grote borstvinnen aan de mannetjes. En in de periode dat ze paardrachtig zijn, beginnen hier bobbeltjes te komen. Daar kan je het aan zien, dan is het een mannetje. En als je hem omdraait, dan kan je achterin kan je zien of het een spleetje of een rondje is. En een rondje is een mannetje en een spleetje, ja, dat is een vrouwtje. Niet altijd gezegd, maar. Hier hebben we nog een vis erbij gezet. Een aantal verschillen van deze vissen is dat deze vis zeg maar heel spannend is. Moet nog heel veel ontwikkelen. Zwart moet nog heel erg omhoog komen. Maar hij heeft wel heel mooi motorkorrel. Er zit ronde en zwarte in de borstvinnen. Dat ontwikkelt zich eigenlijk heel mooi. Dus dit is een hele spannende vis. Die is al een heel eind af. Daar zitten wat grote verschillen tussen deze vissen. We gaan de vissen weer terugzetten. De vis moet je nooit bij de staart vastpakken. En daar kan je hem niet houden. Altijd de hand onder de kop en met de andere hand onder het lichaam. En dan kan er niet veel gebeuren. En altijd naar je lichaam toe. Want als hij dan uitschiet, schiet hij tegen je aan. Dan kan je hem nog houden. Als je met de kop van je af hebt. Schiet die kant op, dat kan niet meer.
Nou, dit was het weer voor vandaag. Doe een blauw duimpje omhoog, reageer in de comments en abonneer op ons kanaal. Als je op ons kanaal wil abonneren, kan je inloggen met je YouTube of Google account. En dan druk je op het rode abonneerknopje naast ons account. Nou, en dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer komen kijken. Ja. Tot ziens! Doei!